Ik ben Harmke Ruiter en ik woon in Massenbroek. Op een boerderij met exportvee, varkens en schapen. En ik ben eigenlijk zelf eerst opgegroeid in Uitsema. Daar hadden we een kleine hoeveelheid schapen. En toen zijn we uitgebreid naar meer en toen zijn we in Massenbroek komen wonen. Toen heb ik veehouderij gestudeerd. Het was eigenlijk altijd al een droom van mij om erop te komen. Alleen ja, vorig jaar was ik nog 17, mocht ik er nog niet op. En ik heb het toen dit jaar ingeschreven. Hoorde ik dat er zoveel aanmeldingen waren geweest, toen dacht ik, ach, laat maar. Ja. Weet je, ik word het toch niet. En toen opeens kreeg ik een mailtje dat ik bij de top 35 zat. Ja, en nu zit ik hier. Het is echt zo gek. Ja. Het is echt heel, heel gek.